Door Kelfam, vandaag ben ik hier met Nina. Hey, hallo, hallo. Vandaag is een hele speciale dag. Nou ja, niet echt vandaag, maar gisteren. Want gisteren was de dag dat Nina en ik 3 jaar samen waren. Hey! 4, 2. 6! 6 jaar samen. 6 jaar samen. 6 jaar samen. Love, love, love. Doe het love. Love. All you need is love. Robert Emmerink. Waar are you? Hoe voel je je er nou bij dat je 6 jaar lang aan mij vast hebt gezeten? Nou, gewoon. Hetzelfde als 1 jaar of 2 jaar. Ik ben nog nooit zo verliefd geweest als nu. Nou, weet je, aan het begin zit je wel echt op de volle roze wolk, zeg maar. Waar zitten jullie nu? Daarnaast? Nee, maar kijk, aan het begin weet je nog niet zo heel veel van elkaar. En nu weet je bijna alles van elkaar. Dit is trouwens Nina, dit is mijn vriendin. Mochten er mensen zijn die nog niet begrijpen wat het betekent. Nina en ik hebben 6 jaar en een dag geleden tegen elkaar gezegd, weet je wat? Laten we gewoon even die verkering zetten dan. Hoe ging dat dan? Toen ging jij opeens een campagne maken over condoom. Mm-hmm. En toen waren we opeens het oude huis. Toen zei hé, Nien, kom even mee. Hoe toen zijn we hier die slaapkamer op het bed. Het klinkt echt heel verkeerd. Ja, alsof we daar gewoon gepompt hebben. Nee, het was 15. Maar in ieder geval zat op bed en zei hey, wil je zeg maar een soort van verkeer met me? En toen zei hij ja. En toen kwam Peter de deur opgooien. Don't fix chicks, mensen. Watch out. Watch and learn. Zo fix chicks. En nu 6 jaar later zijn we nog steeds verliefd op elkaar. Dat is toch ongelooflijk. Niemand had gedacht, inclusief wij zelf, dat we nog steeds bij elkaar waren. Ik kan je heel eerlijk vertellen. Het voelt gewoon als 3 maanden geleden dat we 5 jaar bij elkaar waren. Echt, shit gaat snel, mensen. Volgens mij zijn we met pensioen. Nee, dat dit echt nog kapot lang. Ja, dat is wel waar. Ik heb een cadeau voor je. Nou, ik dus niet voor jou. Nee, maar ik heb wel een cadeautje voor jou. Ik heb iets voor je leven. Wat waar? Nee, ik ga het pakken. Ik ga het even pakken. Ik mag niet aanzitten. Ja, ik dacht dat er een kat onder zat. Misschien ik wel. Misschien dat je een beetje push. Hoor je het? Maar die is niet mooi. Schiet hem even op. Ja, het is echt iets stoms en dan moet ik weer vet blij gaan doen. What the fuck? Het is een knuffelkat, ik weet het zeker. Ik heb gewoon gelijk. Het is een kat. Maar weet je wat dat betekent? Dat het de enige kat is die ik ooit zou krijgen. Nee. Dat we nu een kat hebben. Ik wou eigenlijk een echte kat fixen, maar toen dacht ik, wat als ik de verkeerde kies? Gaan we een kat kopen? Gaan we een kat kopen? Zeg een politie, ja! Ja. Gaan we een kat kopen? Ja! Yes. Gaan die kat kopen? Echt? Dat weet ik toch? Ja, wanneer dan? Ja, dat weet ik niet, maar dat moeten we nog even uitkiezen. Maar weet ik veel. Kan het echt doen? Ja, beloof. Alleen als ik de naam mag kiezen. Alleen dan. Ik heb er wel met mij een beetje erbij. Ja, oké. Maar ik ga hem kopen dan. Ja, gewoon wanneer we tijd hebben. Wanneer dan? Ja, gewoon weet ik voor volgende week of zo. Waar vandaan dan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik had nog niet zo ver nagedacht. Ik dacht, ik koop gewoon een knuffel. Zo van, ah, we krijgen een kat. Ik wou eerst echt een kat komen. Dan dacht ik, ja, straks kies ik een verkeerde of heet hij een polio of zo. Ja, dat vind ik echt leuk. Dat we katjes gaan zoeken. Maar we moeten wel snel, want nu komt witseizoen aan. Dus niet meer zo pushen. Oké. En dit is dan het vriendje van de kat. Oh, ik ben zo blij. Zo fixen chicks, mensen. Oh, dat vind ik echt leuk, man. Ja? Ja, dat vind ik echt leuk. Ben je happy met de kat? We zaten een half uur geleden over. We zaten letterlijk een half uur geleden bij iemand. Toen zei Nina, Kelvin wil geen kat. Ik wil heel graag een kat. Maar Kelvin wil geen kat. Want het is allemaal weer gedoe. En blablabla. Toen dacht ik, je weet niks. Je weet niet wat je te wachten staat, dacht ik. Ik liep in de Intertoys. Ik kocht dat ding. Ik dacht, ai, echt zin dat hier een kat. Dat hier gewoon een kat chillt. Let's go, man. Tot zover de cadeautjes. Heb je ook een cadeautje voor mij? Oké, we gaan door. We gaan vandaag iets leuks doen. Wij zijn namelijk 6 jaar bij elkaar. Dat betekent dat we al 2122 dagen samen zijn. En we zijn elkaar nog steeds niet zat, hopelijk. Ik stink een beetje in zweet. Nee, ik ben zo blij dat ik kat heb. Je bent gewoon fucking. Je mag alleen een kat als je oks worden. Nee. We gaan vandaag iets leuks doen. Namelijk, wij hebben over de jaren heen heel veel foto's samengemaakt. Want wij zijn wel zo die mensen die denken, we doen iets leuks. Laten we gewoon even een foto maar niet maken. Heel veel. En dan wel gewoon genoeg om die Instagame gewoon eventjes op point te blijven houden. Let's go, hey. Oké, we gaan wat leuks doen. Namelijk, ik draai er. Wat doe je? Ik ben zo blij. Ja, je bent gewoon echt zo fucking blij. We gaan helemaal terug in mijn Instagram, want ik heb over alle jaren heen foto's geplaatst van ons samen. En dan gaan we de foto bekijken en dan moeten we raden uit welk jaartal het is om te kijken hoe goed wij onze relatie kunnen onthouden. Ik ben een vergeetachtige mafkees en zij is dat niet. Oh, nee. Oké, de eerste foto. Deze foto. Ja, maar die foto, ik weet precies wanneer die is gemaakt. Dat is onze allereerste foto samen. Dat is niet waar. Wel waar. Nee. Bam! Dat is echt niet zo. Dat is echt onze allereerste foto samen. Denk aan de kant. Ja, is het echt de allereerste foto samen? Ja, ik weet het. Het is niet de allereerste die ik geplaatst heb. Dit is de allereerste foto. Oké. Okay. Nee, is goed. Nee, is goed. Ik geloof je. Ik weet precies waar ik was. Ja, want we organiseerden samen schoolfeesten en daarvan kennen we elkaar. Dit is de allereerste foto die ooit is gemaakt door Niek Poort. Ik weet het nog precies. Wow. Maar welk jaartal is die gemaakt? Moet het tegelijkertijd zeggen. Nee, welk jaartal is die geplaatst? Hè? Dat moeten we doen. Ja, maar dat is... Ik weet het niet wanneer die gemaakt is. Ik heb hem niet bijgeschreven gemaakt op dinges. Ik ga iets zeggen. Oké, okay, ja. 2013. Ik dacht 6 jaar geleden is hij gemaakt. Maar toen had je nog geen Instagram. Dus ik denk 5 jaar geleden Instagram. Als deze challenge wint, dan krijg je die kat. Ja, als ze verliest, krijg je hem niet. Als ze verliest, doen we het gewoon niet. Dan gooi ik echt van het balkon. Oké, het is 2012. Ik heb het gewoon
punt. Dat is zo, ik heb een punt. Die foto, ik weet precies wat we gingen doen. Kijk hoe bol onze hoofden zijn. Gaat even lekker voor jezelf. Kijk hoe bol mijn hoofd is. We gingen naar Movie Park Germany. Echt? Nee, ik weet het. We gingen naar de Disneyland. Met een NS-trein. Letterlijk geen idee. Ik was deze foto helemaal vergeten. Ik wist niet eens dat deze foto bestond. Ja, ik denk dat ik een antwoord heb. Ik zeg maar wat. 3, 2, 1, 2014. Nice. What the fuck is dit nou? Waarom haat je zo? Ja, maar ik wil toch niet hetzelfde antwoord? Nee, maar ik wil gewoon high five hebben. Nee, eens kijken of ik een goede antwoord heb. Nee, maar nou mag niet meer. Het goede antwoord is 2014. Lekker. Let's go. Oh, ik heb gewoon al 2 goed. Ja, nice. Die kat komt eraan. Kom maar, kiddie. Volgende. Bam, 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 bam. Nee, hier had je nog je oude haar. Dat is helemaal zo. Is die niet in ons hoofd? Toen gingen we naar Movie Park of naar Disney. Ik weet het ook niet, joh. Maar ik krijg 201 likes. Dat is best veel. Niet. De buurman heeft ook 200 likes tegenwoordig. Hoe raar is dat? Toen was ik al gewoon, oh, jij bent YouTube. Dat had ik 2, wat? Hoe noemen wij? Oké, 3, 2, 1, 2014. 2014. 13. 12! Oeh. Oh. Maar is dat wel dicht? 2012. Besef dat er al mensen in 2012 geboren zijn die nu al kunnen lopen en praten. Deze foto. Je ziet niet eens jou. Ik weet precies waar dat was. Ik weet ook precies waar dat was. Ik dat was naar Rome. Hey. Jij zat klas hoger, want jij zat op VWO en ik zat op HAVO. Maar toen was ik vet blij, want jouw klas ging met mijn klas. Hebben we daar ook nog ruzie gehad ook. Je hebt wel uiteindelijk sorry gezegd. Jij hebt sorry gezegd, dus het was een soort van jouw schuld. Ik waarom vind niet, als je sorry zegt, dat het per se jouw schuld is. Vind ik ook niet, maar in dit geval is het wel zo. Oké, wanneer ging je even kijken? Ik weet het. Go. 3. Nee. Hallo, ik bepaal je regels. 3, 2, 1. 2012. Jij hebt gelijk, denk ik. Ik zeg maar wat, hè. 2012. 1. Auw! Yeah, boy. Let's go! De volgende. Bij jullie en Peter thuis. Nee, dat is bij jou thuis. Oh, dat ik niet moet zeggen. Kak! Voor de mensen thuis, als je afvraagt, hé, wat de fuck zit er op je gezicht? Dat is een masker. Soms heb ik in één keer een masker, krijg ik in één keer een masker op mijn bek van haar, omdat ik een te grote puistenkop heb. Hey, waar zie jij puisten dan? Ja, daarvoor komt dus omdat ik altijd een maskertje bij hem doe. Ja, dat is waar. Ik vind het eigenlijk ook stiekem wel chill. Ben je klaar voor? Ja. 3, 2, 1, 2014. Want ik dacht, het is een Rome-trui die ik aan heb. 2012. Maar wacht even. Hey, maar het is in ieder geval 2012, we hebben allemaal geen punt. Ah! Peel, wij zijn echt een slecht stel. We weten niet eens wanneer onze foto's geplaatst zijn. Geplaatst ook gewoon. Ja hoor, dit is dus de foto die we bedoelden van ons bij de Trevi-fontein. Waar je denkt, ah, dat stel, zo cute, zo in love. Eigenlijk waren we gewoon fucking ruzie. Ja. Welk jaar is deze genomen? 3, 2, 1, 2012. Ja, kut, dit is 2012 natuurlijk. Hey, wat wil je dan? Ik jump zo over je heen. Bro. Jouw ego zit echt daar. Ik ben gewoon blij. Volgende foto, ready? Nana! Als je afvraagt wat dit is, nou dit is Nina op een grasmaaier met laarzen die je 1 keer aan hebt gehad. Ja. Lief grasmaaiermeisje @NinaWaring. Oké. Ja, ben je klaar voor? Welk jaar is deze foto geplaatst? 3, 2, 1, 2014. Ik weet niet veel, ik zeg maar wat. 2000. Nee, het is helemaal niet high. Het is helemaal niks. 2012, ja dat is goed. Lekker. Wat is dit nou? Ik wil gewoon... Wat is dat een high five? Gewoon omdat je het goed hebt, ik ben trots op je. Tada! Dit is wel een leuke foto. Look at us. Amsterdam. Being at Amsterdam on the boat. Hier heb je 14.000 likes. Tactische spellen en zo. Oké, ben je ready? 3, 2, 1. 2015. Oké. 2014. Wow, dat was al in Amsterdam. Ja. 2014 klinkt echt super lang geleden. Maar eigenlijk is het ook maar 3 jaar geleden. En je woont al 4 jaar in Amsterdam, dus klopt wel. Bla! Deze is ook lang geleden. Ik weet precies wanneer dit was. Wanneer was dit? Oh, dit was jouw feest. Nina gaf ooit een sweet 16 met 2 andere meisjes. Dat was Nina's rode jurk, stond zo, hallo. Ja. Wat is een rode jurk? Wat? Een rode jurk was met mijn gala. Oh, sorry. Ook ja het al. 3, 2, 1, 2012. Ja, hallo. Ik heb het al gezegd. Ik heb het niet gedaan. Oké, jij denkt 2012. Ja, niet meer. Oké, 2013. 2013. Het goede jaar is 2012. Oh, het staat 4-3. Ik sta voor, hè. Kat is gone. Ah, die knijpt me. Fuck. Echt zo vies achter mijn rug. Auw. Ah. 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 Ik weet dat niet, dit was. Loretta Mar. Loretta Mar, ey. We gingen niet samen op vakantie, maar we gingen maar wel op dezelfde plek. 3, 2, 1, 2013. 2013. Yes. Deze foto. In jouw achtertuin. Nou, dat was de eerste keer volgens mij dat je een foto met haar echt publiekelijk zo van, dit is mijn vriendin. Ja, was dat zo? Ja, ik weet wel de titel van deze foto, namelijk dit is Nina. This is Nina, in English, for the international audience. Oké, klaar voor? Ja. 3, 2, 1, 2015. 2015. Zeg maar wat jij wil zeggen. Ik wou 14 zeggen. Dan houden we weer 2014, dat is niet eerder. Oké, ik zeg 2014. Dat is 2014! Hey! Over hier, dit is een spelletje, mensen. Nee, maar ik wil echt staat 6-4. Oké, het is tijd voor de laatste. De laatste foto is 3 punten waard. Als je deze goed hebt en ik heb een fout, dan krijg je de kat. Dit is een fotootje bij een bootje. Dit is in Turkije. Dit is in Turkije. Oké, ik ga gewoon wat zeggen. Wat ga je doen? Ga je wachten totdat ik dat zeg? Ga je geen antwoord geven? Ik denk 2015. 2014. 2015! Hey! Maar meld je nou? Dat ik je geen aandacht meer gegeven, klopt. Wow.